Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Lage drukgebied ligt uh, boven het oosten van Engeland en het bijbehorende bewolkingsgebied ligt al boven Nederland. De regen trekt van west naar oost en vooral in de oostelijke helft van het land kan er ook wat natte sneeuw vallen vanochtend. De temperaturen zijn laag, het is waterkoud, maar het is stevige wind. Vanmiddag wordt het even wat droger, maar aan het einde van de middag komen er nieuwe buien aan, er kunnen forse buien zijn met hagel, misschien ook een klap onweer. Ook vanavond hebben we nog met die buien te maken. En dan krijgen ze weer wat vaker een winterskarakter. Met name in het Noordoosten natte sneeuw. In de Limburgse heuvels misschien ook hier en daar wat droge sneeuw. In Zeeland veel wind. Daar zijn zware windstoten mogelijk tot 100 km per uur. Morgen ook wisselvallig weer. Meeste buien verwacht ik in het westen en zuiden van het land. In de rest van het land grotendeels droog. En hooguit een enkel wintersbuitje: 3 tot 5 graden. Zaterdag wordt de lucht kouder. Dan kan de, kunnen de buien wat vaker ook sneeuw bevatten. Lokaal wordt het misschien dan wit, maar uiteindelijk smiddags toch temperaturen boven het vriespunt. In de nacht naar zondag gaat het licht tot mate vriezen. zondag overdag is het rond het vriespunt en dan schijnt overal de zon. Een heerlijke dag dus. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl